Hallo, welkom bij weer een filmpje van Creations bij Jolan. En wat gaan we vandaag maken? Vandaag gaan we dit mooie doosje maken. En daarvoor heb ik het papier gebruikt. Ik zal het er even bij pakken. Het papier uit de nieuwe voorjaarscatalogus Berry Delightful Design Cherry Paper. En daar zit van dat mooie fruitpapier in. Met aardbeien, bessen, frambozen of ja, hè, wat dan ook. En zoals je ziet zijn de achterkantjes ook heel leuk om te gebruiken als basis. Hier weer die mooie aardbeien. Kijk, en hier weer iets ja, frambozen of nee, net wat je in huis heb staan en waar je van houdt of wat je lekker vindt. Ik zie hier een braam in, maar goed, dat is voor iedereen wat anders. Dus dit schattige doosje gaan we maken. Wat heb ik erin zitten? Dat vraagt iedereen zich altijd af. Ik heb er deze keer in zitten lekkere, zoete, zachte drop. Zacht en zoet, suikervrij, want ook ik ben aan de lijn. Dus hè, dit zit in het doosje. En wat hebben we ervoor nodig? We hebben nodig een stukje cardstock van 25,5 bij 13,5. Dus 25,5 bij 13,5. Een stukje voor de deksel. En deksel is 10,2 bij 10,2. Die is iets groter. Hè, dan valt die zometeen mooi eroverheen. We hebben nodig, even spieken, vier stukjes van vijf, nou dit is volgens mij geen, nou dit is 5,5 bij 7,5. He, dus vier stukjes van 5,5 bij 7 centimeter. We hebben een aantal stukjes vier van 1,5 bij 5,5 en één stukje van 5,5 bij 5,5, die komt straks op de deksel. Nou, laten we aan de slag gaan. We gaan rillen. Ik ga even kijken zodat alles goed ligt, zodat jullie het goed kunnen zien. Dan moet ik even wat ruimte maken, want ik had al het een en ander klaargelegd, zodat het niet zo lang zou duren. We gaan rillen. Oh, dan zie ik dat ik hier een deukje heb zitten. Nou, het zal geen kwaad kunnen, denk ik. Op 6 centimeter. En op 4,5. Dan gaan we rillen op 6. Op 6. Op 12. Op 18. En op 24. Zie ik dat ik één ding niet goed heb gedaan. Als dit de deksel, of de deksel, de bodem is, dan had ik dit lijntje niet moeten rillen. En jullie zullen zo meteen zien wat ik bedoel. Ik ga dit inknippen tot aan de tweede rillijn. En dit mag er eigenlijk helemaal af. Dat is gewoon zometeen je plak om de bodem vast te lijmen. Dus niet zo'n ramp dat het hier zit, want het is gelukkig de bodem. Dus wil je dit doosje namaken, ril eerst even deze vlakken. En ga niet helemaal door. Ik had het doosje al een anderhalve week geleden gemaakt. Dus dat was ik vergeten.
Ik schrijf meestal niet precies op wat ik doe. En dan krijg je dit soort dingetjes. Dan gaan we even alles goed rillen. Zo. Dus gelukkig is dit de bodem. En dat zie je straks niet. Dan gaan we eerst hier het designer serie papier opplakken. En de framboosjes kunnen naar beneden of naar boven wijzen. Kijk even gewoon hè, hoe ze op je papier zitten. Natuurlijk kun je hier ook andere dingetjes in doen. Maar degene voor wie ik dit in gedachten heb, is net als ik aan de lijn. En dan heb je toch wel zin om af en toe een snoepje of iets. En vandaar suikervrije dropjes. En als we alles goed recht gerild hebben, dan moet dit netjes in elkaar passen. Op deze manier. Zorg dat deze rillijnen netjes doorlopen en dat dit ook mooi aansluit. Dan vouw je dit naar binnen. Je kunt hier een druppeltje lijm even op doen, zodat het straks vast zit. Kijk, en nu zien jullie wat ik bedoelde. Deze lijn, dat was niet de bedoeling dat ik die had moeten doorrillen. Dus gaan jullie dit doosje namaken, dan is dat niet helemaal de bedoeling. En wat je zou kunnen doen, is dat je er ook gewoon een stukje DSP op doet. Hè? En dan valt het helemaal niet meer op. Maar goed, het is de bodem, dus geen nood. Nou, dit is het doosje. Dan hadden we het dekseltje. En daarvoor had ik gezegd dat we een stukje nodig hadden van 10,2 keer 10,2. We gaan alle zijden even rillen op 2 centimeter. Inknippen tot aan de eerste rillijn. Dat doe je aan alle vier de zijden. En dan tegenover elkaar. Het is niet zo'n ramp als dat niet zo is hoor. Maar op deze manier. En wat ik doe is dit schuin afknippen van rillijn naar rillijn. En dat doe ik om ervoor te zorgen dat wanneer je je dekseltje in elkaar plakt, niet een randje van de andere kant erbovenuit piep. En op deze manier heb je altijd een mooi doosje. Dan gaan we ook hier even wat mooie papier opplakken. Op deze manier, jullie hebben gezien hoe het patroontje zat, kun je dus heel snel voor jezelf een ander doosje maken.
En dan de afmetingen iets aanpassen aan hetgeen wat jij erin wil stoppen. Nou, dan is het dekseltje al bijna klaar. Dan gaan we even alle lijnen goed rillen. Zoals jullie weten doe ik dat het liefste altijd met een vouwbeen. Dan krijg je een mooie scherpe vouw van. Even. En dat zorgt er ook voor dat je een mooi doosje krijgt. Kijk, en wat ik net bedoelde is wanneer je dit dus nu zo meteen vastlijmt, en dan piept hier niets bovenuit. Ik weet niet of jullie het zo op de foto kunnen zien. Maar dat is dus de reden waarom ik het liefste zo afknip. Je kunt het ook gewoon ietsje schuin inknippen, maar kan allebei. Het is net wat je makkelijk vindt. Of mooi, of handig, of wat dan ook. Ik haal altijd even een klein beetje lijm op. Zo. En dan zorg je ervoor dat je hem eventueel iets omhoog trekt, zodat dit mooi doorloopt. Even goed vasthouden. En dat doe je dus bij alle vier de hoeken. Lijm hem niet te strak, want dan past hij alsnog niet, hè? Ik weet niet waar ik de suikervrije dropjes gehaald heb. Ik weet niet, volgens mij komen ze van de Lidl vandaan. Maar dat durf ik niet zeker te zeggen. Ik dacht van de, was het Aldi? Nee, Lidl volgens mij komen ze vandaan. Nog even goed aandrukken de hoekjes. Nou, dan is ook je dekseltje klaar. En jullie hadden gezien dat ik een leuke tekst gebruikt had. Met een ondergrondje. Dat gaan we ook doen. En daarvoor had ik de nieuwe pons gebruikt. En die, ik weet niet of jullie het zo een beetje kunnen zien. Ja, die twee die passen dus precies in elkaar. Kunnen jullie het zien zo? Ja. Dus dat is de pons die ik hiervoor gebruikt heb. En ik heb gestempeld met de kleur Raspberry. En nu weet ik dus niet waar ik dat gelaten heb. Ik dacht dat ik een stukje. Oh, ik zie het al. Ik heb alles weer te netjes opgeruimd. Zo. Ik heb dus gestempeld met de kleur Raspberry. Rich Raspberry. Raspberry. Oh, ik had hem al klaar liggen. Op deze manier. Wat wel lastig is, dat wanneer je zometeen de witte tekst wil uitponsen, je automatisch dus ook de andere meekrijgt. Maar goed, die kun je ook altijd wel weer gebruiken voor iets anders. Labeltjes heb je nooit genoeg. Dan moet ik hem even. Ik zit in mijn eigen licht. Het begint ondertussen al wat donkerder te worden. Die ga ik uitponsen. Dat wordt de ondergrond. Op een stukje wit ga ik het framepje stempelen. En nu vragen jullie je natuurlijk af, Jolan, welke set heb je gebruikt? Ik heb gebruikt de set Punch Party. En kijk, hier zijn allemaal ponsjes van. En dat is gewoon hartstikke leuk. Alles past in elkaar. En volgens mij was het een hostess set uit de Celebration. Dus heb je voor €200, dan krijg je hostess credits. En daarmee kun je dus deze set kopen. Als je dat zou willen.
Dan zullen jullie nu zometeen zien wat ik bedoel. Wil je dit dus uitponzen, dan krijg je er automatisch een cadeautje bij. Oh. Deze gebruiken we gewoon ergens anders. En deze hebben we nodig. Dan had ik ook nog de tekst gebruik. A heartfelt thanks for everything. En ook die had ik in Rich Razzleberry gestempeld. Oh, die had ik op het labeltje gestempeld. Ik vind altijd heerlijk clear stamps. Dan kun je gewoon zien waar je stempel. Vind ik altijd een voordeel. Anders plak je weer op met een foamtapeje. Zodat je een beetje diepte krijgt. Als ik nou straks naar buiten loop, dan heb ik overal van die plakketjes, van die achterkantjes van de foamtape liggen. Echt, ik word soms gek van overal heb ik ze liggen soms. Plak hem niet te hoog, want dan pas je dekseltje zometeen niet. Nou. Ik hoop dat jullie het weer een leuk filmpje vinden. He, dus erin past een zakje suikervrije zoete drop van de Lidl. Niet verkeerd zeggen. Hebben jullie vragen? Wil je wat weten? Laat het me weten. Stuur gewoon even een mailtje naar creationsbijolan@gmail.com. En ik help je graag. Tot het volgende filmpje.